De Ocean Cleanup is begonnen. Het project moet binnen 5 jaar 50% van de plastic soep tussen Hawaii en Californië opruimen. Maar hoe werkt het? Het gaat om een 600 meter lange U-vormige buis die in zee drijft. Onder de buis hangt een scherm van 3 meter diep. De buis gaat in de richting van een van de 5 cirkelvormige stromingen in de Stille Oceaan, waar miljoenen kilo's aan afval door de stromingen niet meer wegkomt. Naar schatting drijven er 1,8 biljoen stukken plastic in het gebied. De buis beweegt door de stroming, golven en de wind sneller dan het plastic, maar langzaam genoeg voor vissen om er probleemloos onderdoor te zwemmen. Al het plastic wordt door de vorm van de buis en het scherm eronder naar het midden gedreven, waar het om de paar maanden wordt opgehaald door een soort vuilnisboot. Het plastic dat men hieraan overhoudt, wordt gerecycled en daar worden weer nieuwe producten zoals zonnebrillen van gemaakt. Het geld dat dit oplevert, gaat naar nieuwe schoonmaakacties.